Welkom allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar de Watch Dogs serie. De vorige keer hebben we eigenlijk een soort van eindbaas verslagen achter iets, als je het zo kan noemen. Dus mocht het zijn dat jullie die niet hebben gezien, misschien leuk om de volgende aflevering te kijken. Wat we nu gaan doen, als ik even de vaardigheden bijpak. Een goede vaardigheid die we bijvoorbeeld kunnen gaan doen is deze, waarbij we dus automatische wapenexperts halen. En wat je dan krijgt is dat je... Even kijken, dat ze veel nauwkeuriger zijn. En aangezien ik dit wapen het meest gebruik, klinkt dat me wel heel erg handig. En je moest dan level 5 van NVZN vrijspelen. Ik had nooit een idee wat het was. En nu liep ik daar gewoon net hier overheen. En hier staat dus NVZN. Op een of andere manier moet dat wel een keer beschikbaar worden. Daarnet was het heel even wel beschikbaar. En nu niet. Ik snap eigenlijk niet precies waarom. Wat is daar mis mee? Oké, nu kunnen we. Vreemd. Nieuw spel starten. Hebben we nog een speluitleg nodig? Nou, we proberen het eerst maar zo. Oké, misschien toch maar even bekijken. Dood de indringers voordat de tijd om is. Hoe sneller je bent, des te hoger je score. Oké. Duidelijk. Nieuw spel starten. Hier gaan we. Oké, we krijgen verschillende golven. We moeten dus 5 weten te voltooien. Wat is dit? Are you serious? Is dit alles wat we moeten doen? Oké. Sick. Tot nu toe gaat het nog goed. En dat was dan golf 1. Beetje vreemd, maar ik vind het prima om even dat wapen vrij te spelen, want dat is wel fijn om te hebben. We gaan blijkbaar weer verder. Gewoon met precies hetzelfde doen. Je moet ze wel ietsje meer leaden. Ik weet niet hoeveel tijd we de vorige keer hadden. Maar als het goed is gaat het wel telkens moeilijker worden. Juist, die ging vrij snel. Dit is volgens mij alweer de laatste, oké. Wave 2 gedaan. Ik weet niet waarom hij telkens zo super hard lagt opeens aan het einde. We gaan natuurlijk door totdat we wave 5 hebben gedaan. Daarna hoef ik het niet meer echt te doen, want zo gaaf is het nou ook weer niet. Dus ik hoop niet dat jullie het al te erg vinden, maar ik wilde het toch graag even met jullie delen. Zeker voor de mensen die misschien van plan zijn dit spel ook nog ooit te gaan spelen. En dan wat beter willen weten hoe het precies werkt. Hoe je dan ook dit moet vrijspelen. Oké, er komen wel telkens meer. Even kijken of we ze toch kunnen killen. Oh my god, nu komen er echt veel. Oh, blijkbaar worden ze groter naarmate de tijd volgt. En man, dikke leg spikes. Oké, golf 3 voltooid. Nog 2 te gaan. Hier gaan we dan, golf 4. Oké, focus. 1. 2. Wow, dikke huge guy. Wow, man. Ik ben soms echt wel een beetje scheef aan het schieten. Oké. En dat is het teken op het moment dat hij even zo vastloopt dat het voltooid is. Laatste golf die we moeten voltooien. Dus deze gaan we nog als laatste doen en dan zijn we helemaal goed bezig. Uitdaging. Voor wat? Oh, wacht. We krijgen nu echt verschillende dingen. Wat is dit? Oké. Dit is echt niet chill. Dit wapen. Hoe vaak moet ik die beesten raken? Oké, goed. Denk ik wissen. Oké, steady. Wow, het vliegt gewoon zo'n ding naast mij. Hebben we nou voltooid? Oké, het lijkt me allemaal prima. We stoppen nu wel mee, want volgens mij hebben we dan nu die upgrade verdiend. Was een en al random. Weet je zeker dat je wilt stoppen? Ja. Voortgangsbeloning. En even kijken, hebben we hem nou vrijgespeeld?
Ah, nu moeten we nog de vaardigheidspunten verdienen. Oké, dat is de volgende stap. Maar we kunnen hem nu in ieder geval unlocken, dus dat is heel fijn. En dan gaan we gewoon door naar de volgende quest die zich in onze bunker bevindt. En kijken hoe we door kunnen gaan met de verhaallijn. We hebben volgens mij nu deel 3 voltooid. Ik kan voor de zekerheid even kijken naar de voortgangslog. Dus deel 3 hebben we voltooid. We hebben nog 8 missies in deel 4. En 1 missie in deel 5. Dus kan ik al zeggen dat we aan het einde van deze serie beginnen te komen. We moeten nog 8 missies, dus dat is misschien een beetje iets te vroeg. Maar we beginnen al in ieder geval aardig op weg te komen. Dat is één ding dat zeker is. Laten we eens even kijken wat T-Bone en Clara te vertellen hebben. Ga de bunker in om de gegevens van Irak te analyseren. Die hebben we in de voorgaande missie hebben we die gedownload uit zijn server. En die gaan we dus nu analyseren en kijken of het allemaal de moeite waard was. Alright, let's do this. Hey, see this? Nice work. There's so much, Aiden. Hmm? Yeah, we just gotta sift through this stuff and find a name. Yeah, well, you're in luck. Because this mess has a shitload of names. Every one of them tied to some crooked deal. Dirty cops, the club, greedy moguls, even your stand-up do-gooders. Irak was planning to blackmail the whole city. Hey, what's this? Is this off the server? Oh, hell! Somebody's trying to hack in! We'll lose everything! Shut them out! Now! What do we do? Follow that signal back. If we can find the source, we can yield this access. Hurry! Wow, oké, dus we worden gehackt. En we moeten de hacker traceren. Dit is wel een hele grote puzzel. Oh, wat is dat? Ik schrok mijn morgen dood. Oké, dat signaal is goed. Oh man. Ik weet niet, hier gebeuren gekke dingen op mijn scherm. Oké, het wordt nog iets ingewikkelder. De puzzels zijn niet heel moeilijk. Maar wel best wel groot. Even kijken, wat moeten we hiermee doen? We moeten eigenlijk gewoon alles goed zetten. Gelukkig zitten we hier... Oh, we zitten wel degelijk op tijd. Oké, dus we moeten echt even vaart maken. En we zijn weer binnen. Oh, nog eentje. Oh, wat is dit? Oké, dit is echt niet chill. Go! Juist, dus die hebben we. Deze nog even snel. Oké, en we zijn weer binnen. I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Damien Brinks and Aiden Pierce. Aiden? Someone's knocking. Claire. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast. Aiden, come on! Gird your loins, I'm killing the power! Aiden. Who was it? Ward. If I knew, I'd tell you. I swear I would. I'm so sorry. Get away from me. Trace it. Yeah. I'm on it. Son of a bitch. Come on, man. Come on. Damn it. Where are you going? That smartass just hit us with one hell of a virus. He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go reboot the backup tower. Without it, no default. No default, no data. I'll go. No. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna have to stall Damien just a little while longer. I can handle Damien. We'll call you when I'm done.
What? Dat was een of andere gekke... Hij lijkt een beetje op Deadmau5, volgens mij. Die... wat is dat? Die DJ. Wel sick. Even kijken, we zijn volgens mij... Ah, we kunnen nu wel deze unlocken. Dus dat is goed. Wat is dit? Je hebt een vaste hand voor het versieren op sluipschuttersgeweer. Oké. We gaan toch voor deze. Aangezien we daar net helemaal die crappy missie voor hebben gedaan. Laten we eens even kijken wat de volgende opdracht is. Hij zet Mickey's life at risk. Hij pikt de wrong time to piss me off. Right now, I gotta stall Damien. Default, dat is de naam van die vent met zijn muizenkop. Maar eerst moeten we blijkbaar Damien afleiden. Of stoppen. Dus laten we eens even gaan kijken waar hij is. De question mark zal op de map staan. Kunnen we naar vast treffen? Nee, blijkbaar. Dus dan moeten we wel eentje gaan rijden. Kunnen we ook geen auto's oproepen? Dat wel. Dan moeten we eigenlijk wel kunnen vastdrijven. Laten we nog een keer kijken hoor. Ja, oké, dat kan wel, gelukkig. Anders moesten we echt een pokkend lopen. Hier gaan we dan. We gaan dus even Damien opzoeken, denk ik. En kijken of we nog wat tijd kunnen rekken. En dan ondertussen die default opsporen. Holy crap. Oké, dus we gaan naar Damien toe. Kijken of we even een gezellig gesprekje met hem aan kunnen gaan. Ik weet niet precies wat Aiden Pierce van plan is. Maar daar komen we snel genoeg achter. Hali op. Man, ik dacht dat we bijna waren. Komt er weer zo'n flapdrol aan die het weer helemaal verpest. Oké, we moeten daar blijkbaar boven zijn. Laten we snel uitstappen. En naar boven lopen. Vol in het gezicht. Dat is de naam van deze missie. Ik weet niet of dat wijst op een klap die we gaan ontvangen. Maar daar komen we maar op één manier achter. Ik heb geen data. Damien zal weten als hij me ziet. Misschien kan ik dat voor me maken. Hij zei Bloom dat hij wat we hebben gevonden, including de blackmail Irak heeft op hem. Ja. He's painted himself into a corner. You didn't bring my data. I didn't bring your sister. We're so predictable. You made a deal with Bloom. Where did you hear that? You have a problem, Damien. See, that deal hinges on the hard drive. What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Then kill her. You almost had me, Aiden. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass. They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not, we need each other. Aiden? You okay? Are you all right? Okay. Look, Nikki, I'm... I know. Just please don't let them... You know something, Aiden? I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. Holy crap. Oké, we zijn in het nieuws. Dat is niet al te best. Blijkbaar belt iedereen op dat ze ons hebben gezien ofzo. Dus misschien is het een goed idee om hier weg te gaan. Want dat lijkt me geen goed idee. Wow, what?
Oké, wacht, we moeten snel terug. We hebben nog maar 10 seconden. Want blijkbaar moeten we hier nog een missie voltooien. Laten we eens even kijken. We moeten daar 300 meter verderop bereiken. Hier links. Dan een mooie bocht naar rechts. Allihop. Deze auto rijdt trouwens niet zo relaxed als ik gewend ben. Zo. Dat sloeg echt totaal maar nergens op. Gaan we hier weer rechts. Oh, deze auto is wel relaxed. Maar die hebben we al. Kijken dat ik geen auto over het hoofd zie. Dus er zijn dit weer gewoon die Lamborghinis achter. Even kijken, deze heb ik al, maar heb ik deze al? Oh, wacht, we moeten hem echt achtervolgen. Oké, we hebben gelukkig wel een betere auto. Maar ik weet niet of we nog binnen de tijd hem gaan vinden. Nee! Wat is dit voor bullshit? Oké, we hebben hem nog net op tijd gezien. Gelukkig. We moeten die vent zien uit te schakelen. In dat busje. Are you serious, mate? Overal is politie ook weer naar mij op zoek. Maar ik moet me eerst nog maar even bezighouden dat ik hem op tijd ga vinden. Aangezien hij wel een flinke voorsprong heeft. Oké. De politie gaat zich er ook mee bemoeien. Hij zit nu een klein beetje links van mij. Holy crap. Oké. Kan ik dit gebruiken? Nee, wat? Ik dacht dat ik daar iets kon opblazen. Hij is uitgestapt. Nu moeten we hem alleen nog even uitschakelen. Kijken of we hem kunnen overrijden. Juist. Oké, die hebben we uitgeschakeld. Nu is de volgende missie even om alle politieagenten op te blazen. Hier staat de blokkade, dus daar zullen we beter niet doorheen gaan rijden. Oké, die blokkade omhoog gezet. Dat is goed, de burger gedood. Dat is even pech hebben, maar er zijn erge dingen op dit moment. Hoe zielig het ook klinkt. Hoe ga ik hier ooit aan ontkomen? Aan de kant. Oké, even kijken of ik het een of andere... Nee, ik kan dat ding helaas niet hacken nu. Wat, die helikopters zijn echt onmogelijk om te hacken telkens. Daar word ik wel echt helemaal gek van. Want die blijven me echt goed in de gaten houden. Oh, gekke jump. Oké, nu moet ik even dekking zoeken. De helikopter heeft me nu niet gezien. Dus dat is goed. Laat ik doorgaan. Oké, hier komt weer een politieauto aan. Die moet ik wel even zien te ontwijken. Oké, steady. Hopelijk is hier een brug. Anders ga ik niet ver komen. Oké. We zijn er bijna uit. En dan hier links. De helikopter komt wel weer aan, dus we moeten wel even vaart maken. Oh, gelukkig. Oké, we zijn zo ontsnapt. Dat was wel echt de meest lastige politieachtervolging. Mijn auto, check. Mijn auto dan. Ik heb gewoon helemaal geen deuren meer of iets. Ik ben wel blij dat ik een iets snellere auto had. Anders was het sowieso echt nooit gelukt. Wow, we krijgen weer even wat X-points. 3000. We krijgen wel telkens meer X-points. Dus we kunnen wel alle vaardigheden binnenkort gaan upgraden. Blijkbaar moeten we hier heel dichtbij zijn, dus daar kunnen we alvast even naartoe gaan. Oké, blijkbaar gaan we op zoek naar die Default. Die fan met zijn muizenkop. Dat gaan we echt in een volgende aflevering doen. Laat me allemaal weten wat jullie van deze aflevering vonden. En laat me ook weten wat jullie van deze auto vonden. Shit, die is er echt niet meer goed aan toe. Dit kan je doen door een duimpje omhoog of omlaag te doen. Of iets in de comment section te plaatsen.
En dan gaan we dus volgende keer gaan we verder met die missie en dan gaan we die vulp opsporen. Dankjewel allemaal weer voor het kijken en tot volgende keer.